De niet-residerende, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname voor Nicaragua, Arnold Havait, wil dit land ook interesseren voor de agrarische projecten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Ambassadeur Havait leidt van 10 mei tot 18 mei 2019 een missie naar Nicaragua. Hij zal dan ook zijn geloofsbrieven presenteren aan president Daniel Ortega. Tijdens de missie wil de ambassadeur ook een samenwerking op gang brengen tussen de twee landen door een aantal projecten te presenteren, gericht op de rurale ontwikkeling op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij. We willen concrete voorstellen presenteren in Nicaragua en partijen interesseren met elkaar samen te werken, aldus Havait. RO-minister Edgar Dikan zegde zijn volledige medewerking toe. Hij stelt informatie rond relevante projecten dan ook beschikbaar. De bewindsman lichtte de ambassadeur in over zijn beleid om de gemeenschappen in het binnenland te helpen. De agrarische sector in die gebieden te ontwikkelen. We moeten de mensen inwerken in die diversificatie, zodat wij hen uit die armoede kunnen helpen, zei de minister.